welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik kreeg vandaag de vraag of er weer vlogs online kwamen. En ik dacht van, ja, het is eigenlijk wel weer tijd geleden. Ik heb gewoon heel veel gewerkt aan de webshop en alles weer een beetje opbouwen. Ook hier in het huis en zo. Ik moet wel even in het licht blijven staan, merk ik. Dus dat heeft gewoon eventjes geduurd. We wonen nu inmiddels hier 2,5 maand ongeveer. Ja, zo ongeveer. En het begint langzamerhand steeds meer te wennen. En ook mijn werkritme begint ook steeds meer te wennen. Dus dan heb ik ook op een gegeven moment wel weer wat meer tijd om te gaan vloggen en dat te gaan editen. Want ja, daar zit ook heel veel tijd en liefde en werk in. Dus dat kon ik er eventjes niet bij hebben. Op dit moment ben ik nog steeds druk bezig met allemaal nieuwe dingen en ontwerpen en samenwerkingen. En allemaal super leuk. Ik ga jullie vandaag gewoon weer een dagje meenemen. Ik denk dat het wel een dagvlog wordt. Ja, ik ga jullie vandaag gewoon van alles laten zien. Ik wil hier best het appartement weer eventjes aan jullie laten zien. Maar omdat ik zo druk ben met creëren en zo, is het hier eigenlijk wel een bende. Ik ruim het iedere keer weer op, maar het kruipt allemaal weer terug. In ieder geval, dit is onze werkplek. Zo, zien jullie ook een beetje waar ik nu mee bezig ben. Er komt een nieuwe lijn aan en daar ben ik de vormgeving alvast voor aan het doen. Hier ook wat nieuwe dingetjes. De twee nieuwe geodepyramides. Yay, zijn echt super mooi. Ik ben er zo blij mee. Oh, kijk. Ze zitten nou een beetje onder de haren, maar de kat die loopt er de hele tijd langs en die vindt ze ook heerlijk. Naast te liggen. Zo mooi. Ik ben er echt heel blij mee. En hier ook nog wat nieuwe dingetjes. En oh. Verder is de slaapkamer echt ook weer een bende. En de woonkamer zo meteen. Dat zal ik ook wel even laten zien. En daar krijg ik een plingetje. Even snel kijken of het belangrijk is. Nee. Oké. Dan is dit gedeelte woonkamer. En hier zie je ook nog allemaal dingetjes staan. Echt. Oh, van alles. De keuken. Hier staan ook weer twee nieuwe piramides. Die heb ik gisteren uit de mal gehaald. Deze is echt heel mooi. Oef. En zo. Kijken of ik het goed kan laten zien. Kijk. Dat is de gouden driehoek. Alleen ik vind wel dat de steentjes een beetje wegvallen. Ik vind het wel mooi. Maar ik denk dat als ik hier wat gouden glitters, wat grotere glitters in had gedaan, dat het helemaal perfect was. Maar hij is niet lelijk. Ik vind hem echt heel erg mooi. Maar zo merk je ook weer wat voor dingen je kunt verbeteren in de toekomst. Ja, en dan heb ik hier ook weer allemaal dingetjes liggen waar ik allemaal mee bezig ben. Hoppatee. Dus, ja. Wat staat er vandaag op de planning? Ik ga vandaag weer even een laag gieten. Ik ben met een chakra piramide bezig en die moet ik even afmaken. Ik moet nog een samenwerking afmaken en een bestelling op maat en een pakketje verzenden. Dus dat wordt een beetje mijn dagplanning. Oh, en ik moet vormgeving doen voor nieuwe kaartjes. Als jullie een raar geluid horen trouwens, dat is de hond. Die is aan het genieten van buiten. Daar zo. En daar maakt ze altijd zo'n geluid bij. Dat is wel leuk. Dat is de planning. Ik ga jullie gewoon meenemen. Ik ga jullie natuurlijk niet alles laten zien. Want ja, het is wel een beetje mijn werk. En ik heb wel een kanaal. Of, niet hier op YouTube. Maar een Patreon pagina. Waar ik dan wel echt achter de schermen en stap voor stap deel. Dus dat wil ik niet al te veel doen op social media en op YouTube en zo. Want dan hebben die mensen niks meer aan. En hier is de tafel trouwens. De eerste geodetafel, orgumtafel die ik heb gemaakt. Kijk. Hij is echt, ik ben hier zo blij mee. Binnenkort ga ik de nieuwe maken. Misschien ga ik daar vandaag al aan beginnen.
In ieder geval de eerste laag. Zoals je kan zien is dit echt nog een prototype en de eerste die ik heb gemaakt. Hier de randen zijn bijvoorbeeld nog scherp. En dat heb ik als het goed is nu beter op. Daar ben ik weer. De hond die zag een andere hond buiten en dan gaat ze altijd een keer. Maar de randen heb ik nu als het goed is beter opgelost. Ik heb het gat wat kleiner gemaakt, want het is echt heel groot. En deze heeft niet zo heel veel lagen, waardoor die nog een beetje doorzakt. Dus ik ga nu ga ik hem straks dikker maken. Kijken of dat werkt. En als het niet werkt, dan heb ik een andere soort ja, gitaars of resin, hoe je het wil noemen, nodig. En dat is allemaal geen probleem, maar ja, allemaal probeerseltjes. Dus, ik heb er zin in. Oh. Ik heb ook gewoon 2 A4'tjes vol met allemaal nieuwe ideeën. En je wil ze eigenlijk het liefst allemaal tegelijk doen, maar dat gaat niet. Want het kost ook echt een hoop geld. Er gaat ook nog wel best wel wat fout. Dus, ja. Ik ga vanavond een beginnetje maken. Oh ja, dat kan ik ook nog wel laten zien. Ik ben ook bezig met die bergjes. Met deze vormen. Die giet ik dan in een, gewoon een cocktailglas. Maar dit is echt de zoveelste die ik er gewoon niet uit krijg. Ik doe er heel veel losser in en dat laat ik dan ook een dagje staan en zo. Maar het werkt allemaal niet. Ik heb hier nog een paar staan die ook niet zijn gelukt. Deze, de snowglobe, die wil ik weer terugbrengen voor de wintermaanden. Maar zoals je kan zien zit het halve glas er nog aan. En ik krijg het er gewoon niet af. En zo bij deze ook. Hier, ook glas. En zo. En bij deze, die is helemaal zielig. Je hebt gewoon hier een heel gat. En dan voel je hier de steen gewoon. Dus, ja. Uiteindelijk kom ik er wel. Het is gewoon even oefenen. Ja, ik ga nu naar beneden. Ik ga aan de slag voor vandaag. En ik denk dat ik voor jullie wel even een timelapse ga maken. Dat is wel leuk. En ik moet onthouden dat ik niet al te veel praat tegen jullie, want zo worden de video's heel lang. Oké, ik ga verder gewoon lekker laten zien voor vandaag. Zoals deze dame hier, die even lekker aan het chillen is. Hé? Lekker zo, puppetje. Lekker zo, puppetje. Ja. Oeh. Ja. Ik ga naar beneden. Ik zie jullie zo. Zo, ik ben beneden en het ziet er hier inmiddels zo uit. Een bende. Ik ben ook met zoveel dingen tegelijk bezig. Oké. Ja. Ik ga kijken wat ik vandaag allemaal ga doen. Ik ga sowieso verder aan de chakra piramide en de bestellingen. En ik heb er hier eentje. Die ga ik er even uithalen samen met jullie. Dit is ook een experiment. En ik heb geen idee hoe het geworden is. In ieder geval niet echt hoe ik hoopte. Ik zet jullie even neer hoor. Ik moet even de pootjes goed neerzetten. zie ik nu al dat het niet helemaal is hoe ik dacht dat het zou worden. En op zich, dat maakt op zich niet uit. Resin die doet altijd een beetje zijn eigen ding. En dat kan op zich prima zijn, maar het moet er natuurlijk wel mooi uitzien. Dit is hoe het er nu uitziet. En ik ga hem er gewoon kijken of ik hem eruit kan krijgen. Oh, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Oeh. Kijk. Oh ja. Kijk, dit is hem geworden. En dit is niet echt wat ik had gehoopt. Dit is dan, dit moet je zien als de bovenkant. Ja, niet helemaal wat ik voor ogen had, maar ik vind hem ook weer niet lelijk. Dus wat dat betreft ben ik ook wel weer blij. Dit is een sampletje voor onderzetters die ik in de toekomst wil gaan maken. Dus ja, wie weet. Hij is echt nog heel flexibel. Hij is wel hard. Wat grappig, wat apart. Ik denk dat ik hier een andere resin voor nodig heb. Voor wat ik van plan ben.
Oké, tof. Nou, volgende. Kijken of dat goed gelukt is. Ja, kijk. Helemaal top. Ik had namelijk deze had ik gegoten. En de laatste laag die ik had gegoten, die had ik niet goed genoeg gemengd. Dus hij plakte nog een beetje. En ik had zoiets van, oh wat zonde. Ik ga hem niet weggooien omdat hij plakt. Want het is een bestelling op maat ook. En toen kreeg ik de tip om gewoon met een kwastje heel dun een nieuwe laag eroverheen te doen. Dus niet een laag gieten, wat ik zou denken dat je dan zou moeten doen. Maar gewoon met een kwastje eroverheen. En het heeft gewerkt. Dus het is echt een super tip dit. Kijk, dit is hem geworden. Echt, ik ben hier zo blij mee. Zo mooi. Ik hoop dat degene er natuurlijk ook blij mee is. Dus dat is er weer één af. Jee. Super nice. Dan heb ik voor haar ook nog een hanger. Even kijken hoe die is geworden. Die moet ik ook nog uit de mal halen. Kijken of die er al klaar voor is. Kijk, dit is hem in de onderhoek. Dit zijn ook wat experimentjes. Maar die zijn ook niet helemaal goed gegaan. Even kijken. Ja, die is wel hard genoeg om eruit te gaan. Dat gaan we meteen even doen. Want ik ben heel erg benieuwd. Kan ik de hanger eraan doen? En dan kan ik de foto's naar haar opsturen. Kijken wat ze vindt. Kijk, tof. Ja, deze is wel echt mooi hoor. Kijk dan. Wauw. Echt prachtig. Ja, hier ben ik heel blij mee. Ik zou hem bijna zelf houden. Nee. Ja, heel tof. Deze moet nog eventjes geveld worden en gepolijst zie ik. En dan is hij helemaal ready. Yes. Ik zal die andere voor de leuker ook nog even uithalen. Die moeten er toch uit, want anders dan kan ik niet verder. Als ze willen. Ze gaan wat lastiger. Nou, dat gaat zo even snel niet lukken. Maar dat maakt niet uit. Daar ga ik straks wel eventjes mee aan de slag. Hierbij film ik weer eventjes via mijn telefoon, want de camera die is leeg. Ik had het niet door helaas. Maar ik ben wel al verder gegaan met waar ik mee bezig was. Ik heb nu hier een laag. Ik heb deze drie de laatste laag gedaan. En ik ben begonnen met een nieuwe snowloop. Kijken of die wel los gaat. Hopelijk. En het is nu rond een uurtje of 12 en ik heb alweer honger. Dus ik ga nu eerst even lunchen. En dan ga ik verder met wat ik nog kan doen. Ik heb nog wel een paar ideetjes. Dus kijken of ik die vandaag al ga uitwerken of dat ik dat een andere keer doe. Het ligt er ook een beetje aan hoe ik me straks voel. Of ik nog genoeg energie heb. Want ja, ik moet wel... moet niet. Maar ik wil wel dat in mijn producten positieve energie zit. En gewoon echt goede energie. En niet van, oh, ik moet nu maken. Dus als ik straks nog genoeg energie heb en puff heb en inspiratie. Dan ga ik gewoon weer lekker aan de slag. En anders dan ga ik gewoon lekker wat anders doen. Ik zie het allemaal wel.
Ja, dus ik zie jullie zo weer. Ik hoop dat in de tussentijd de batterij van mijn camera weer een beetje oplaadt, zodat zodat ik jullie wat meer kan laten zien. En anders dan vlog ik gewoon verder op mijn telefoon. Ik ga nu nog wat spulletjes bij elkaar zoeken voor een pakketje dat ik ga opsturen. Dat neem ik straks mee naar boven en dan is het etenstijd. Yay. Ik ben deze vlog aan het editen en ik kom erachter dat ik eigenlijk na het vorige beeld zeg maar niet zoveel meer gefilmd had. En dus ook niet meer afgesloten had. Ik heb daarna nog een aantal andere dingetjes gegoten, nieuwe beginnetjes gemaakt. En het pakketje heb ik weggebracht. Dus ja, jammer dat ik dat niet op beeld heb, maar ik zal het wel vergeten zijn denk ik. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje te zien hoe ik, hoe ik te werk ga. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!